8 januari 1918 presenteerde de Amerikaanse president Woodrow Wilson zijn 14-puntenplan aan het Amerikaanse congres. Het was een veelomvattende vredesregeling die ervoor moest zorgen dat toekomstige oorlogen niet meer plaats zouden vinden. Kijk maar naar de quotes in de tekst. A war to end all wars. En a crusade for democracy. Een kruistocht voor democratie. Wilson geloofde dat de oorlog het gevolg was. Van de Europese macht, machtspolitiek en van de autoritaire Europese machtsverhoudingen. Wilson wilde met zijn 14 punten een eeuwige vrede mogelijk maken. Het belangrijkste, overkoepelende thema van zijn 14 punten was Peace Without Victory, oftewel vrede zonder overwinnaars. De strijdende partijen moesten op basis van voorafgemaakte afspraken de strijd staken en zich ieder op zijn eigen grondgebied terugtrekken. Dit alles zou moeten gebeuren op basis van volstrekte gelijkheid zonder nog verder de schuldvraag te stellen. Dus wie was er verantwoordelijk voor de oorlog? Op die manier zouden er bij geen van de strijdende partijen wraak- of revanchegevoelens kunnen ontstaan. Door niemand als winnaar aan te wijzen en dus ook geen verliezer aan te wijzen, moest een Volgende oorlog of volgende oorlogen, voorkomen worden. Binnen de 14 punten sprongen er vijf punten uit die moesten zorgen. ...voor een eeuwige vrede. Nogmaals, een vrede zonder overwinnaars. Zoals gezegd moest er een eind komen aan de oude Europese machtspolitiek... ...van de voorgaande eeuwen. Dit kon onder meer door open diplomatie. Dus er moest een eind komen aan allerlei geheime verdragen... ...die landen onderling sloten zonder dat andere landen daarvan op de hoogte waren. Daarnaast moest vrijhandel zorgen voor een einde aan allerlei protectionistische maatregelen die de handel, Europese handel en wereldhandel, niet ten goede kwamen. Het derde punt is zelfbeschikkingsrecht. Dat betekent dat volkeren van de hele wereld zelf mochten bepalen onder welke soevereiniteit zij wilden vallen. Landen, en daarin dus volkeren, mochten zelf hun hoogste macht bepalen. Daarnaast moesten landen ontwapenen. Wilson was van mening dat het militarisme van de 19e en begin 20e eeuw hadden geleid tot een wapenwetloop en de verhoudingen tussen landen op scherp hadden gezet, en dat dat militarisme uiteindelijk mede geleid had tot de wereldoorlog. Door ontwapening zou de verhoudingen tussen uh, ja, verschillende landen minder gespannen zijn, wat de vrede en langdurige vrede en misschien wel een eeuwige vrede ten goede zou komen. Het laatste punt is de oprichting van een volkenbond. Een internationaal orgaan dat de vrede moest bewaken. Deze volkenbond wordt vaak gezien als de minder succesvolle voorloper van de Verenigde Naties, beter bekend als de VN. Op deze dia zien we alle 14 punten in het Nederlands weergegeven zoals ze in 1918 geformuleerd waren door Wilson. Je kan de video even pauzeren om rustig alle punten door te lezen. De Volkenbond moest ervoor zorgen dat de landen met elkaar in overleg bleven en eventuele conflicten via diplomatie en dialoog opgelost zouden worden in plaats van met een gewapende oorlog. Daarnaast moesten openbare verdragen tussen landen, de vrije scheepvaart, vrijhandel, ontwapening, decolonisatie en soevereiniteit eh, voor meerdere Europese volkeren een volgende oorlog voorkomen. Uiteindelijk werd de Volkenbond geen succes. Het Amerikaanse congres stemt niet toe met de toetreding van de Verenigde Staten tot de Volkenbond. Wat betekent dat de Verenigde Staten zelf geen lid worden van de Volkenbond? Ook Rusland, waar de communisten aan de macht zijn gekomen, wordt geen lid. Duitsland, dat tijdens de Parijse Vredesconferentie van 1919 als hoofdschuldige aangewezen wordt van de oorlog, mag ook niet deelnemen. En dit maakt. Deze redenen maken dat de Volkenbond nooit echt gefunctioneerd heeft zoals Wilson het bedoeld had. Ook vele andere van de veertien punten die hij geformuleerd had, worden uiteindelijk niet uitgevoerd omdat Frankrijk en Groot-Brittannië Duitsland en haar bondgenoten juist wel willen straffen. Hierdoor komt er alsnog een vrede met overwinnaars. Iets wat president Wilson juist wilde voorkomen.